ik stel voor dat we toegaan naar onze laatste bijdrage van André Hamminga van het Waterpunt en Aas. Ik ben benieuwd. Oké, bedankt. Ga iets verder naar achteren staan, dan kan ik ook het scherm een beetje in de gaten houden. Ik wou jullie meenemen in het proces van het denken van afvalwater is grondstof. En daar past natuurlijk energie en ook het maken van water, schoon water. En ook het terugwinnen van grondstoffen past daar prima in. En dat kun je zowel centraal doen op hele grote installaties, maar dat kun je ook lokaal op wijkniveau doen, zoals bijvoorbeeld in Sneek het geval is. Eerst even het waterschap. Iedereen weet wel wat we doen. Hè? In ieder geval droge voeten houden met de aanleg en het beheer van de dijken. We doen een peilbeheer waarin we het water proberen vast te houden in de droge gebieden. En langzaam naar zee proberen af te voeren en de juiste peil te hebben voor de landbouw onder andere. Schoon water, ook om in te zwemmen. Zodat in ieder geval zonder al te veel problemen, zonder ziektes, er gezwommen kan worden. Uiteindelijk, waar ik het straks nog wat over wil hebben, is de zuivering van rioolwater. Wat wordt er in de gemeentes verzameld en uiteindelijk komt dat op een zuivering terecht of je gaat dat lokaal behandelen. En dan doen we nog iets met waterratten en dat doen we om te voorkomen dat we straks vingers in de dijk moeten gaan houden om het water tegen te houden. Even inzoomend op het rioolwater. Het gebied van waterschap Huns en Aas, waar ik van ben. Ik ben zelf zuiveringstechnoloog. Loop van Delfzijl dwars door de stad Groningen heen. Dat is ook erg handig. Assen en Emmen. Toch een redelijk groot gebied. In totaal hebben wij zo'n 110 rioolgemalen aan elke kern staan om er op een zuivering te krijgen. Vervolgens zijn er 13 zuiveringsinstallaties in dit gebied. Waarin 3 grotere met een vergistingsinstallatie. En onder andere ook hier in Assen, waar ik straks nog wat meer over zal zeggen. Zoals ook al eerder genoemd is, hebben we een vrij groot buitengebied. Dus veel kleine individuele woningen. En daar zetten wij dan kleine mini-zuiveringen neer. IBA's, individuele behandeling afvalwater. En daar hebben we op dit moment staat 1544. Ik geloof dat we inmiddels in de 1600 zitten in dit gebied. Even kort, hoe werkt dat dan? We spreken altijd over de waterketen, waarin we ook zoveel mogelijk proberen samen te werken. Zowel met gemeente, provincie als ook met drinkwaterbedrijven. We beginnen met drinkwater en hemelwater, regenwater. Vervolgens gaat dat door de riolering, door het toilet, de douche en ook in het huishouden wordt dat gebruikt. Komt in de riolering terecht. De gemeente zorgt keurig dat dat op een punt wordt afgeleverd. Zo mogelijk zonder hemelwater. Dat wordt dan ondertijds nog ergens afgekoppeld. Vervolgens wordt het getransporteerd. We zuiveren het zodanig dat het weer schoon op het oppervlaktewater kan worden gebracht. En vervolgens houden we dan nog wat restproducten over. En onder andere is dan, we zuiveren met bacteriën. En met die bacteriën vormen we zuiveringsslip. En dat zuiveringsslip kunnen we dan vergisten en daar kunnen we energie van maken. Daar is eigenlijk het conventionele zoals we nu werken. En er zijn al verschillende modellen voorbij gekomen hoe je dat ook anders zou kunnen doen. En ik probeer op een aantal van die facetten in te gaan. Om te beginnen hebben we in 2010 als waterschap de zuiveringsstrategie 2030 vastgesteld. Dat betekent dat we gaan kijken om uit dat rioolwater zoveel mogelijk energie terug te winnen. Want het heeft potentie aan energie. Maar ook om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Vanuit de voedselketen eten we van alles op. Komt er aan de onderkant weer uit. En ja, dan is het verloren. Bijvoorbeeld fosfaat wordt veel mest gebruikt in de voedingsmiddelindustrie. Vroeger mocht dat op de landbouw, het ontslip. Ja, er zit wat te veel metalen in. Dus wat doen we? We gaan er al via hele dure methoden gaan we dat verbranden en verwerken. En bij ons komt het dan nog ergens in Limburg terecht. Tot slot, als je goed het water schoon kan maken en we willen wat verder gaan, dan kun je daar ook zo schoon water van maken dat je kunt gaan hergebruiken. En een van de doelstellingen van ons is dat wij in 2030 niet meer op het oppervlaktewater lozen, maar alles hergebruiken. Als ik kijk even naar het energiestuk, dan zijn er in Nederland heel wat zuiveringen en eigenlijk zijn het allemaal potentiële energiebronnen. Tot nu toe kost het veel energie. Maar we willen het, dus ik heb inmiddels, ik geloof dat wij zo'n 34 miljoen kilowattuur aan energie gebruiken in totaal. We hebben 350 kleine RWC-centrales in Nederland, waarvan dus 3 grote in het noorden.
Als je alle energie zou omzetten, zou je 500.000 huishoudens van energie kunnen voorzien. CO2-equivalent van ongeveer 200.000 auto's zou je hebben. En waterschappen is dan een van de grootste leveranciers van groene energie. Alhoewel, met de zonnepanelen, denk ik dat we daar een veer moeten laten. Tot nu toe 3 gistingen. In totaal wekken wij op dit moment op die 3 zuiveringen Assenveenam en Scheemda 3,5 miljoen kilowattuur aan energie op per jaar. Ga ik naar de grondstoffabriek, dan wou ik jullie eerst even een filmpje laten zien wat we allemaal uit het afvalwater kunnen halen. Het is wel in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is. Essential resources from wastewater. Every year there would be 14,000 tons of phosphate which could be used as artificial fertilizers, or for example detergents for dishwashers, or even in the food industry. Phosphoric acid is present in soft drinks. The cellulose from toilet paper could be used for paper, insulation materials, and plastic car parts. There will be 140,000 tons of cellulose a year, which is the equivalent of 3 billion plastic cups. The algae that grows on our wastewater could be used for food and animal feed, as well as in the cosmetics industry. Alginates, 40,000 tons a year, could be used to thicken ink and sauces. Nitrogen is needed for ammonia compounds, which in turn are necessary for artificial fertilizers. From CO2, one can make calcium carbonate, which is used to make gypsum plaster or fertilizers for the greenhouse industry. And CO2 is what makes the bubbles in soda drinks. Syngas is a semi-finished product of chemicals, which could be used for production of glues, plastics, paints, and cosmetics. Sulfur could be used for fertilizers or as an additive to rubber. Sulfates are used in gypsum plaster and as a raw material in the household goods industry. But what about the water itself? We could use it in industry as process and cooling water, or for irrigation in agricultural and greenhouse industries. The yearly production by water authorities in the Netherlands would be 2,000 billion liters. And what's so great about it all is that wastewater is everywhere. The concept can be applied from Africa to Alaska. All that fresh water, all the urine, feces, and toilet paper worldwide. What a raw materials yield that would be. And it would reduce the global ecological footprint substantially. Now, who wouldn't want to dream about that? Even meehelpen, geloof ik. Ja. Zo, daar zijn we weer. Voorbeeld van de. Je kunt heel wat grondstoffen terughalen uit afvalwater. En daar zijn we ook landelijk heel druk mee bezig met een aantal werkgroepen om dat, te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Daarnaast hebben we de waterfabriek. Nou, een goed voorbeeld is Emmen. Ik denk dat we zagen net wat uit het buitenland voorbij komen. Maar hier in Emmen maken ze puur water. En dat is niet gewoon drinkwater. Dat is nog zuiverder als drinkwater. Dat is water waar helemaal niets meer in zit. En ook in de dierentuin heb je daar een mooie living machine, noemen ze dat. Waar je ook mooi ziet hoe je met planten en een normale zuivering ook het water schoon kunt maken. Er is ook in het gebied van Groningen en ook hier in Drenthe is er vrij veel vraag naar bijvoorbeeld grondwater en oppervlaktewater voor de industrie. Dat betekent dat we daar gebruik van kunnen maken, de hoeveelheid grondwater kunnen verminderen, maar ook de hoeveelheid oppervlaktewater wat kunnen verminderen die ingenomen wordt. Zo bijvoorbeeld hebben we bij Oostermoer, AVB bij Oostermoer, haalt water uit de Hunze. Dit dacht ik, ja, de Hunze. Vervolgens moeten we met de zuivering het weer instoppen, want anders zouden we daar geen water genoeg hebben. Dus wat zou er handiger zijn als vanuit de zuivering een leiding richting AVB aan te leggen en dat op die manier te hergebruiken. Als waterschappen hebben we ook vanuit die gedachte van grondstofterugwinning ook onze verantwoordelijkheid genomen. Dat betekent dat we met de Rijksoverheid een aantal afspraken hebben gemaakt. Ten eerste het bestuursakkoord water, waarbij we samenwerken in de waterketen wordt bevorderd.
Bedoeling is dat we daar 380 miljoen bezuinigen tot 220. Dat is ook direct een bezuinigingsmaatregel. We hebben meerjarenafspraken gemaakt over het energieverbruik. 30% in 15 jaar. Anders of je gaat meer opwekken, dat is één moment, maar ook minder gebruiken uiteraard op de zuiveringen. Het klimaatakkoord met 40% eigen energieopwekking. En tot slot het fosfaatakkoord, waarin we proberen het fosfaat terug te dringen of terug te winnen uit het afvalwater. En daarmee ook een duurzame afzetmarkt gaan creëren, zodat je het ook kwijt kunt in de landbouw bijvoorbeeld. Of misschien wel op tennis, op voetbalvelden of op golfbanen. Belangrijk is voor ons als waterschap dat er heel veel wordt afgekoppeld. Tot nu toe bouwen we onze zuiveringen, als je kijkt naar de hoeveelheid water die verwerkt moet worden, ongeveer 3 tot 4 keer zo groot. Omdat er zoveel regenwater mee komt met de riolering. Belangrijk dus dat we ook in de oude wijken, we hebben natuurlijk een heleboel nieuwe zaken voorbij zien komen, ja, ook in de oude wijken willen we graag dat water kwijt. En dat zou je heel simpel kunnen doen door bijvoorbeeld je regenpijpen af te zagen en gewoon met een lijntje naar de weg te sturen. Of naar in ieder geval een watergang die daar bijvoorbeeld, een sloot die achter het luis loopt of wat dan ook. De regenton is natuurlijk een goede manier om voor water in de tuin te gebruiken. Daarnaast kun je, als je al helemaal geen water in de stad hebt, oppervlaktewater, kun je het ook nog in de bodem doen zinken met infiltratieunits. Ook thuis kun je een aantal zaken gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan warmte bij de douche. Je kunt achter je douche een warmtewisselaar schakelen, waardoor je dus gewoon minder energie verbruikt in de woning. Ook is het mogelijk, en dat zie je hier ook in dit gebouw, dat je apart je urine gaat inzamelen. We hebben wel inmiddels de ervaringen dat het niet zo puur is als een gewone urinoir. Dus bij nieuwbouw zou ik zeker niet voor de mannen een urinoir meenemen. Dat is het wat geconcentreerder. Er komt toch nog wat water mee. En vervolgens, dat zal ik straks wel even uitleggen, gaan we dat verwerken tot kunstmest. Eigenlijk wat je wilt, en hebben we ook een aantal keren zien voorbij komen, is de woning of de wijk integreren in zijn leefomgeving. En daar zijn vele mogelijkheden voor. En nou, we hebben al verschillende voorbij zien komen. Als waterschap denken we ook mee van hoe zou je nou die riolering anders kunnen uitvoeren, gescheiden. Of kun je daar op bijvoorbeeld in een wijkniveau toch wat alvast wat terugwinnen, energie terugwinnen en water hergebruiken. Dan een apart stuk wat ik toch even heb meegenomen is, ja, stel dat er in die wijk een ziekenhuis staat, dan heb je toch wel een ander verhaal. Of een verzorgcentrum of een verpleegcentrum. We hebben onder andere met de Refaïs ziekenhuis in het Stadskanaal en ook met een verpleegtehuis in het Musselkanaal meegedaan met een landelijk onderzoek. Om te kijken van wat komt er nou vrij aan geneesmiddelen uit die verzorgingstehuizen en daarmee ook uit de woonwijk. En wat doet dan de zuivering ermee vervolgens? Nou, dat blijkt toch dat een aantal geneesmiddelen er toch maar weinig worden uitgehaald, ook heel veel wel. Maar die rooien die jullie zien staan, camamazepine, sotalol, beta-blokkers zijn dat. Ja, die worden toch niet volledig gezuiverd en die komen dus gewoon in het oppervlaktewater terecht. En als ze in de zuivering al niet gezuiverd worden, dan mag je ervan uitgaan dat ze in het oppervlaktewater niet of nauwelijks afbreken. Dat betekent, en dan kom ik ook op die waterfabriek terecht, dat je misschien nog straks nog wel verder moet gaan zuiveren om ook die geneesmiddelen weer uit te halen. Een van die opties is om bij het ziekenhuis of bij het verpleegtehuis al te beginnen. En er zijn ook al systemen die bijvoorbeeld in Delft, in het Reinier de Graaf ziekenhuis, heeft een dergelijk systeem. Waarbij ze met bedpannen en het bestek van voor het eten en ook de lakens, zeg maar de kunststof, van die plusje lakens, die kunststoflakens en de luiers en dat soort zaken, dat gaat allemaal in een schredder. Elke afdeling heeft daar een schredder, wordt niet gespoeld, wordt vermalen, vervolgens vergist. Het water wat eraf komt wordt helemaal gezuiverd en is bijna drinkwater als het er weer uitkomt. En dat draait al op dit moment. En aangezien we in Scheemda een nieuw ziekenhuis moeten bouwen, het Ommelander ziekenhuis, of gaan bouwen, zijn dat kansen om dit soort dingen uit te voeren. Nou, verpleeghuizen geldt eigenlijk hetzelfde voor. Je zou dus ook wat proeven gelopen met veen en andere materialen om die geneesmiddelen eruit te halen. Daarmee ben je er overigens nog niet, want een derde van de geneesmiddelen komt gewoon uit de huishoudens. Dus eigenlijk als je een ziekenhuis hebt, een derde, verpleeghuis een derde en een derde huishoudens. En de uitdaging is dan ook van, ja, waar ga je dan zuiveren? Moet je er uiteindelijk achteraan de zuivering doen of doe je dat toch op lokaal niveau?
En zoals we er nu in staan, dan zeggen we, we grijpen de kansen daar waar het kan. Dus als je ergens nieuw gaat bouwen, hou er dan rekening mee. Het tweede pilot waar ik even wil noemen, is ook hier van het provinciehuis. We hebben een nieuw systeem bedacht om dus vanuit het afvalwater daar fosfaat uit terug te winnen. Ik heb hier een potje, die laat ik even rondgaan. Dit hebben we in Scheemda gemaakt. De rioolwaterzuiving in Scheemda. Ook onder andere met het urine wat hier vrij kwam uit de toiletten. Met het proces voeg je magnesium toe aan geconcentreerde stomen met fosfaat en stikstof. Daar ontstaat een kristal. Dat zit ook in dat potje. Vervolgens dampen we daar ammoniak uit. En met het ammoniak kun je een brandstofcel voeden. En dat is volledig nieuw. En die brandstofcel die zet het via elektronen om in energie. Dus ammoniak zet je om in water en stikstof. Dan wordt het erg technisch trouwens, maar goed. En daarmee win je dus weer energie op. Dus je kunt eigenlijk uit urine kun je stroom maken. En dat noemen we dan gele stroom. Heb je hier wel eens van gehoord? En als je dan kijkt wat je per persoon, ja, ga je dat thuis doen, dan kun je ongeveer op rekenen dat je ongeveer 1 gram per dag fosfaat kan terugwinnen, 11 gram stikstof en ongeveer 20 tot 24 wattuur per dag aan energie kunt opwekken. En dat is misschien net een gloeilamp wat je dan kan laten branden. Maar als je dat dus, of in ieder geval een LED-cel, dan kun je er misschien wel 2 van doen. Maar dat betekent dus op je grotere schaal dat wat meer oplevert als dat je in elke woning gaat doen. En tot slot nemen we het voorbeeld van de brandstofcel. Bij ons stond die in bij TU in Delft, waar we ook het ammoniak van Scheemda hebben uitgeprobeerd. Dan zuivering Assen. Het mooie van zuivering Assen is dat die eigenlijk midden in de stad ligt. En nou, we zijn al verschillende gesprekken met de gemeente geweest om te zeggen, ja, eigenlijk willen we dat ding hier wel weg hebben, want we willen wat woningbouw doen, we willen wat andere zaken gaan doen. En eigenlijk is de laatste 2 jaar daar een omslag gekomen dat we zeggen van eigenlijk zou je die zuivering in de wijk moeten inpassen. En daar zijn een aantal mogelijkheden voor, even los van je zult wat extra geur wellicht moeten doen. Maar er zijn in ieder geval ook kansen om dingen anders te doen. Dus je kunt zeggen, van, nou ik maak daar een mooi park bij, daar laat ik het water van de zuivering mooi doorheen lopen. Hebben we bijvoorbeeld die wadi's gezien, een beetje dat idee. Dus je kunt daar het water in die wijk integreren, misschien ook wel wat gebruiken voor vloeiveldjes of tuinen, ja, ik bedoel dan tuinen om dus producten te verbouwen. Minerale mest kunnen we maken, hetzelfde wat daar in dat potje zit, dat kun je dan ook in de wijk hergebruiken voor de grasveldjes en de bosjes en dat soort zaken. We kunnen warmte leveren, we wekken energie op, er komt warmte bij vrij. Naast de elektriciteit houden we warmte over. Dat hebben we niet allemaal zelf nodig, dus dat kun je dan ook in de wijk integreren. Op dit moment, die staat er nu net, is een container waarin wij biogas omzetten naar aardgaskwaliteit. Dus het opwekken van biogas. En dat betekent dat als je dat gewoon in de aardgasleiding net toevoegt in die wijk, dat je dan ook met zeg maar, opgewekte biogas een veel hoger rendement kan halen dan wat je bijvoorbeeld met een warmtekrachtinstallatie kunt doen. Warmtekrachtinstallatie zit zo rond de 35% tot 38% rendement. Maar een cv-ketel die zit al gauw richting de 80% rendement. En dat levert dan veel meer op direct. Dus eigenlijk heb je daar een voordeel mee. Het tweede is dat je zou ook je auto ermee kunnen voeden met biogas. En dat is dan weer voor de wijk wel leuk. Voor de mensen die dan een auto hebben op biogas. Tot zover. Eigenlijk kun je zeggen van ja, soms heb je van die dromen die je wakker houden totdat je ze uitvoert. En ik denk dat het ook voor vandaag, voor alle projecten die we voorbij hebben zien komen, geldt. En daarnaast, als u nu naar het toilet gaat, denk er dan om dat u grondstof produceert. Dank u wel. Dank je wel. Zijn hier over allebei de lezingen vragen? In deze cradle to cradle, het is bijna cradle to cradle trouwens, hè? Wat je dan cradle to cradle, klimaat en klimaat. Is iedereen een beetje zat of is je één vingertje van Stef? Ja. Nee, één moment, kom naartoe. Anders, Stef. Ik ben ontzettend geïnteresseerd in die gele stroom. Ik ben op dit moment in Wageningen bezig met plantenstroom. Sorry, met wat? Met het maken van plantenstroom, met waterplanten.
En ik ben zeer geïnteresseerd in die gele stroom. U zegt heel snel iets over ammoniak, waardoor het stroom wordt. Ammoniak verdampt en toen werd het opeens stroom. Mag ik daar iets over vragen? Want ik snap nog net niet hoe dat werkt. Nee, dat gebeurt met een brandstofcel. Eigenlijk is dat een nieuw soort apparaat waarmee je dus met waterstof, met methaan, met aardgas of met biogas en in dit geval ook met ammoniak energie kunt opwekken. Dat gaat met elektronen overdacht en zuurstof en nou ja, de exacte de techniek ken ik niet precies. Maar in ieder geval betekent dat je dus met die energie die erin zit, in methaan, en aardgas, biogas, waterstof, maar ook ammoniak, die heeft ook NH3, dus dat zegt er al, er zitten drie haartjes aan. Met die energie kun je op een hoger rendement dus die energie opwekken. Het is gewoon een apparaat. Want je zag, er zitten veel stenen omheen omdat hij vrij veel warmte produceert. Hij draait op ongeveer zo'n 700-800 graden. En nadat hij opgestart is, krijg je dus, produceert hij zijn eigen energie. Mag u daar nog een keer over benaderen? Dat mag, ja. Oh, sorry. Dankjewel. Dit was een hele technische. En er zit toch weer een link met waterstof. Vind ik wel heel leuk. Wie? Nog meer? Dan stel ik voor dat ik even 5 minuten bedenktijd krijg om hier chocola van te maken. In die zin dat we er. Want met enige gemak haal ik er wel wat dingen uit, maar die wil ik dan graag aan u voorleggen. Die typ ik even in. En in die tussentijd kunt u gewoon alvast een glas. De formulieren, die zou ik dan graag even willen hebben. Dan kan ik kijken of daar nog. En wat ik er niet uithaal, komt wel terug hoor. Want, maar goed, dat. Omwille van de tijd.